Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik moet even ondertussen rijden. Ik ben vandaag met mijn zusie, Isabel. Het is zondag en wij dachten... Nou, we hadden eigenlijk een ander plan. Dat we met de jongens een car mukbang gingen opnemen. McDonald's mukbang bedoel ik. Maar die jongens die, zijn niet wakker geworden. Nee, die zijn nog aan het slapen. Sorry. We hebben nu met z'n tweeën dat we lekker McDonald's gaan vreten. Dus lang geleden. Ja. Ik kreeg echt vaak de aanvraag, wanneer doe je weer een McDonald's mukbang? Ik wil dat graag hoor. Dus nou, we staan nu in de wachtrij. Ja, wat gaan we nemen? Ja, ik weet echt niet. Ik heb echt heel veel honger, jongens. Het is 3 uur of zo. En ik heb nog niet gegeten. Jij zit heel laag of ja, zo. Ja, wat is doe jij? Maar je moet iets dichterbij misschien dan of zo. Echt weer zo'n schrale kutstem. Voordat we beginnen met de video, vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet zeker niet op mijn kanaal te abonneren. En de notificatiebel aan te zetten. En ons te volgen op Instagram. Ja. Nou, dit is echt gewoon throwback naar vroeger. Ja. Nou, vroeger naar een jaar geleden ongeveer. Ja. We gingen hier elke dag. Gewoon letterlijk. Ik ben echt lang niet geweest nu. Isabel wel gisteravond nog. Nee, ja, gistermiddag. Oh, gistermiddag. Want ik had niet gegeten, helemaal niks. Letterlijk. Oh. Toen was ik met Bobby, toen dacht ik, nou ik ga ook weer niet vol van. Ik dacht, neem gewoon één patatje. Ja. Eén patatje, dat is 350 calorieën of zo. Ja. Nou ja, en dan niks meer eten. Oké, oh my god, ik ben helemaal... Okay, nu zie je niet op de als je rijdt. Ik doe mijn zakje meisjeburger nemen. Veggie homestyle, nee, op voor crispy chicken homestyle zitten. Ik kan niet meer horen. René, nog een middag, we hebben nog een bestelling. Of die crispy... Wat wil jij? Ik weet het nog niet. Ja, snap, ik weet het ook niet. Hallo, kan ik wel? Ja, wacht even, sorry. Wat wil je? Doe maar een Big Mac gewoon, denk ik. Niet in Maastroom? Ja, maar ik hou niet zo van of zonder bacon dan. Oké. Okay. Ik wil graag een single... En medium, wil er een frietjes bij? Ja. Ja. Doe maar ook een Maestro Burger, maar dan wel met bacon. Doe maar 6 kipnuggets. Dan geeft die bestellingsnummer 43. Oké, okay, dankjewel. Wat is dat bestellingsnummer? Dat is wel niet zo. Dat het zo druk is. Oké, okay, nou, ik heb helemaal geen idee wat ik besteld heb. Een van de Maestro Burger. Ik ook, ik heb hem nooit gegeten. Dankjewel, zelfde. Hoezo bestelnummer dan? Dat weet ik niet, dat het zo druk is. Ik weet het nummer niet. Wij zijn wel echt van die uitprobeersels. Ja, hè? Uitproberende. Maar als er iets nieuws is, dan wil ik dat wel proeven. Ja. Het is heel druk op de parkeerplaats, want het is natuurlijk zondag. Iedereen gaat naar de McDonald's. Ik ga vanavond een sushi eten. Waar? Kantoor. Met? Met Indy en die meiden. Oh, ze hebben langs die meiden. Die dingen zijn zo verslavend. Altijd als ik in de auto zit, pak ik ja, daar staan ze. Lekker te rauwen. Hey! Bitches! Was dat ze te rauwen? Jezus, ik wil gewoon fucking vreten. Hoezo duurt het bij ons dan weer zo lang? Sta ik raar geparkeerd, want iedereen loopt echt zo... Hey! Dat oh is my god, en daar is Indy. 3, 2, 1, wat gebeurt er? En niet zoveel. Oh. Kijken van. Hoe keek hij? Ja, heel raar. Yeah. Oké, okay. We have the food. Ijstietje. Watertje. Van een healthy girl. Ja. Ik hou echt niet van frisdrank. No bacon. Oh, daarom duurt het weer langer. Zij moet weer de speciale bestellen. Ja, ik weet niet. Ik vind bacon soms verpesten. Echt? Oh, love it. Oké, okay, we hebben een nieuwe Maestro Burger. Coronavirus. Lekker met je kronie. Oh, ik heb het zo nog niet op. Ja, je hebt echt lang niet op. Nee, man. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Die burger friet. Oh, kom, we gaan het toneel. Oh my god. Oké, ik ga beginnen met mijn friet. Always start with the fry. Ik heb echt honger. Het is 3:30 bijna. Oh mijn god. Heb je ook nog die kundigas? Ja, die zit erin. Oh. Oké. Vreten. Vandaag is echt uitzondering van hoe mooi het weer is. Gewoon. Ja. Mam. Hoe is het met jou? Ja, het gaat goed. Alleen. Het zit wel echt mee dat mijn school niet lukt. Ja? Ja. Heel erg. Ik zit me zo dwars. Ja, dat lukt me echt niet. Maar heb je dat wel met school besproken? Nee. Ik heb wel tegen mijn projectgroep gezegd dat het me gewoon niet lukt. Oh, echt? Ja. Want ik. We zijn alles aan het doen en ik ben er gewoon nooit bij. Nee. En dat doe ik omdat ik het uit de weg wil. Omdat ik
niet mee geconfronteerd te worden eigenlijk. Ja. Ik zie gewoon niet meer de... Het overzicht. Ik zie het gewoon niet meer, het overzicht inderdaad. Maar gewoon thuis toen... Nou, eens reageerde echt een dag later over vervelend, maar moeten dit en dit. En niemand reageerde echt. Nou. Maar ik wil ook niet zeggen gewoon dat het me niet lukt en dat ik daardoor minder lekker in mijn vel zit. Dat ik gewoon... Ja, dat zit onbewust echt constant in je hoofd. Van de hele dag. Ja. Maar ja, ik twijfel om te stoppen met school. Dat ik gewoon ga werken en zo. Ja? Ja. En wat wil je werken dan? Dat weet ik niet. Ja, ik weet gewoon niet wat ik wil. Nee. Dat is heel lastig. Ja. Maar ja, wat ga je er wat aan doen? Wat ga je eraan doen nu? Wat is nu de stap? Ja, gewoon accepteren en volgend jaar of gewoon doorgaan. Of stoppen. En gaan werken en dus of een goede baan vinden waar ik mezelf kan opwerken. Ervaring en zo. Ja, dus of gewoon of je gaat... Maar ervoor of je stopt ermee. Ja. Wat ik nu doe, dat van nog zo'n jaar. Nee, dat kan niet. Nee. Maar ik wil gewoon. Ik wil gewoon heel graag naar school. En wat ik nu allemaal straks moet inhalen, daar zit ik ook alweer mee. Ja. Dat zit me ook alweer dwars van. Maar kan je niet gewoon het hele jaar overnieuw doen? Want je hebt volgens mij echt bijna niks gehaald. Kan je dat niet vragen? Ja, maar vind ik ook bijzonder. Dan ga ik liever stoppen. Ja? Ja. Maar ik heb zorg in mijn hoofd van ik moet HBO hebben. Het enige wat ik dan denk is dat ik veel geld kan verdienen. Dat is enige mijn motivering dat ik denk ik later meer geld. Maar ik kan ook nu werken en heb ik ook meer geld. Nou, nu wel. Maar het is alsnog niks, hè? Nee. Maar het is niet per se als jij HBO hebt of universiteit dat je veel geld gaat verdienen, want... Nee. Als jij... niet op zoek gaat naar een goede baan, dan kan je heel leuk universiteit in de pocket hebben, maar tuurlijk, want als je zelf na te denken, zeg wat ik nu allemaal doe, wat ik nu op mijn opleiding tot nu toe heb gedaan, zou ik later niet iets van werk willen maken. Ofzo. Nee. Ik zie mezelf niet tijdschriften maken of een interview of weet ik veel. Nee. Dat is ook echt lastig hoor, school en zo jong en zo. Zo jong en dan eigenlijk gewoon... Nou, mijn vriend is op. Ik ga die burger eten. Ja. Ik ook, jongen. Oh. Wat goed. Ziet er echt goed uit. Fucking veel saus. Ik hou van saus. Oh my lord. Ik ga hem ook proberen. Ik heb met lekkere bacon. Maestro Angus Beef Burger. Weet je welke burger lekker was? Die moet ze echt terugbrengen. De truffelburger. Oh. Die jongens. Oh, dat was ongeveer een jaar geleden. En jammer dat sommige dingen weer weggaan. Ja. Dit was die Big Tasty. What the fuck? Nou, en die spicy McChicken. Saus. Oh. Ik zou helemaal niet. Oh, die jongen. Die truffelburger was gewoon dit. Maar dan met truffelsaus. Oh, oh wat lekker. Het doet me echt een beetje denken aan een Big Mac. Deze. Nou? Tot saus. Ik heb dit zo lang niet op. Holy fuck. Ik ben helemaal onder. Wat dan? Die meid echt. Heel lekker. Hoe is het met jou? Goed. Eigenlijk. Steeds beter. Ik had echt zo'n gevoel van 2020 was echt een kutjaar. Gewoon echt kut. Ik had echt last van een winterdip. Maar ik heb nu zoiets van, ik ga echt wat maken van 2021. Ook al, fuck de omstandigheden, ik wil gewoon het beste ervan maken. Ja, sowieso. Ik ben het gewoon zat om eigenlijk door de regering of door het virus een beperkt leven te hebben. Daar heb ik gewoon geen zin meer in. Klopt. Maar dat is nog weer beperkt, want ik was laatst met Bobby en wij zaten op de bank en we zeiden, nou, wat gaan we doen? Ja. Nou, op de bank zitten. Ja. Je kan niet zeggen, we gaan even naar de bios of we gaan even shoppen. Of je kan shoppen, maar ja, op afspraak, ja. Nou, ja, dat is ook kut. Klopt, ja, ik heb het heel veel met Stan.
Wat? Dat we thuis zitten en dat we echt zitten van, wat gaan we nu er doen? Je kan niks doen. Bijvoorbeeld, wij zien elkaar best wel vaak en dan heb je geen zin meer om de hele tijd op de bank te zitten of in het bed te liggen. Nee. Zeg maar, normaal heb je de hele dag school, je hebt werk, je hebt druk en ben je blij als je eindelijk samen in bed ligt. Dat je even lekker niks kan doen, even een filmpje kan kijken. Maar nu, veel leuker. Ja, straks. Maar nu is het echt zo van, ja, nou ja, gaan we weer een film kijken of ja, gaan we meer wat bakken of weet ik, gaan we iets eten of... Ja, je moet wel heel creatief, vind ik, nu. Ja, dingen doen, weet je wel, dan gaan we... Dat wel. Gaan een huisje huren, gaan we daar chillen. Mm-hmm. Of proberen we echt het beste ervan te maken. Mm-hmm. En stiekem coronafeestjes. Ja. Ik ben blij dat het mooi weer wordt. Dat de zomer eraan komt. Wat meer perspectief. Ik was in de winter echt zo heel depressief. Ik ook. Heel ik heb me nog nooit zo kut gevoeld als afgelopen winter, oprecht. Ja? Nou. Ik had ook echt een periode dat ik echt weeklang gewoon in bed mag en gewoon moest huilen. Ja? En ik had geen idee waarom. Ja, ja, maar dit is gewoon geen leven. Ik denk dat ik toch niet 100% proef. Nee? Ik proef die ui niet. Zo, proef nee. Jij het wel? Ja. Nou, Dat kan. Oh mijn god, ik zit ook echt heel erg te groeien. Dat is wel echt fucking groeien. Holy shit. Echt lekker. Maar, ik weet niet, ik heb echt wat ik heel fijn vind, waardoor het eigenlijk ook beter met mij gaat, is door mijn minor. Want ik volg nu een minor. In het eerste half jaar deed ik ook helemaal niks aan school en daar voel je alleen maar kutten door. Mm. Daar word ik echt depressief van. Maar door mijn minor heb ik een bepaald vast rooster. Elke maandag, dinsdag en donderdag heb je les. Dus dan ben je de hele dag bezig. Je hebt les, je hebt een bepaald vast ritme. En dat ritme vind ik zo fijn. Heel fijn. En dat is zo chill. Want onze opleiding heb je geen vast rooster. Dus elke week is anders. Je hebt niet echt bepaalde... Oké, mensen, dat heel hard kijken. I don't care. Maar dat is zo fijn. En daardoor, dat merk ik echt sinds ik eigenlijk een ritme heb, dat ik me veel beter in mijn vel zit. Dat ik echt, woensdag lekker mijn vrije dag, weet je wel. Ja, vrijdag, vrije dag. Dan heb je echt gewoon een soort, ja, voldaan gevoel. En ik moet verplicht zijn bij mijn lessen, dus ik moet chill. Ik moet mijn lessen volgen. Je moet opdrachten maken, anders haal je de minor niet. En een minor kan je niet echt moeilijk, dan moet je heel een half jaar opnieuw opdoen of zo. Nee, dat is echt Dus je hebt echt zo'n motivatie van, je moet het echt halen. Weet je wel. Dat is fijn. Ja. Ik heb het niet. Nee. Ik ken geen 1 docent. Natuurlijk. Ik vind dat ook wel een soort vervelend. Dat je niet echt een band hebt met een docent. Klopt. Maar heb je sowieso wel minder hoor. Want je hebt ja, natuurlijk maar 4 weken. Maar dus je ziet ze dan wel persoonlijk. Ja. En dan... ja, met sommigen heb ik wel echt een band gehad. Sommigen waren echt zo leuk. En dan gingen we lekker kletsen. En dan weet ik veel. Ja, dat is gewoon leuk. Ja. En de lessen zijn ook gewoon echt heel saai. Ja. Echt. Normaal echt. Heel saai. Ja, online is het echt afschuwelijk. Ik ben echt benieuwd, zeg maar, wanneer het weer echt normaal wordt. Gewoon echt alles mag. Ja. Maar gewoon dat je terugdenkt van... Ik kan me niet meer voorstellen dat het coronatijd was. Maar dat alles weer zo normaal is van... Dat je naar de club gaat, dat je naar school gaat, dat je naar werk, zeg maar dat. Alsof corona niet is geweest. Ja. Maar ik denk dat dit wel echt iets is dat ik nooit meer zal vergeten. Nee. Ik denk sowieso... Het valt wel echt heel snel terug in je patroon, zodra alles open is. Ja, maar ik denk dat heel veel mensen er wel echt van, als corona... Vreselijk. Maar weet je waar ik het ook laatst over had? Is, bijvoorbeeld mijn ouders, die zeggen soms wel eens van... Ah joh, nog heel even, weet je wel. En dan komt het weer goed. Terwijl, dat zeg je al. Wow. Dat... Oh, dat komt door die prik. Ik heb dorst. Oh, het is iced tea. Dan milkshake. Maar... bijvoorbeeld, dat zeggen ze al een jaar. Hou heel even vol, weet je wel. Terwijl we zijn hun... erbij nog eventjes voor. Ja, maar hun gaan gewoon naar werk. Hun... gingen niet elk weekend uit. Die gingen af en toe uit eten. Dus wat is er nou zo groot veranderd in hun leven? Bijna niks. Wij zitten al een jaar thuis. Mijn moeder is nu 2 weken ziek. Die zegt, jezus, ik ben echt zat om thuis te zitten. Ik zeg, ja, nou dat zit ik dus al meer dan een jaar. Ja. Dat is echt, ouders hebben het soms echt niet door hoe het voor ons is. Letterlijk, langer dan een jaar zit ik thuis. Ja.
Ik heb dan nu een kantoortje waar ik heen kan. Maar dat is nu ook pas een maandje of zo. Ja. Gaat dat wel beter dan? Ja. Maar met hoe je dagen gaan en je week verloopt. Dat je een soort beter ritme hebt. Ja, maar ik ga soms ook gewoon 9 uur daar één beetje wel. Mm-hmm. Maar het is echt chaos mijn leven nu. Ja. Maar, dat is ook zo. Ik doe maar wat. Ik ga dit. Ik slaap weer een keer daar. En dan ga ik weer dit. Ja, omdat ik... Het zo daar. Door de week slaap ik dan bijvoorbeeld een keertje bij Bobby of zo. Mm-hmm. Normaal doe je dat niet, want dan ga je naar school. Klopt, we hebben nu ook het gevoel dat we een jaar vakantie. Ja. Dus, zo vreemd. Terwijl, het is echt niet leuk, want... Als je nu een vrije dag hebt op vakantie, dan... Je kan niks, dus dan is vakantie niet eens leuk. Klopt. En weet je wat ik eigenlijk ook kut vind? Elk gesprek die je met iemand hebt, gaat over corona. Klopt. Nou... Maar je hoort ook niks anders meer op de radio. Gewoon, er zijn geen aanslagen meer. Alles gaat over corona. Ik word er scheidsziek van. Maar nu heb je het er ook weer over. Maar het komt omdat het gewoon zo'n grote invloed heeft. Het heeft echt... Ik vind het zo bizar dat het bestaat. Ja. Ik weet niet. Ik kan er echt niet over nadenken. Ik vind het vol, jongen. Echt? Oh, ik heb alles op. Ik kan nog wel wat. Huh? Oh, je hebt een kater, hè? Ja. Ik heb... De hele dag nog niks op. En ik was echt vroeg wakker. Maar, zeg maar, als je jezelf vergelijkt met nu en een jaar geleden. Ben je dan nu gelukkiger of ongelukkiger? Zo. Ongelukkiger. Ja? Ik weet het niet. Aan de ene kant... Maar jij hebt Stan. Ja, dat is echt zo. Ik heb niet... Ja, ik heb... Zeg maar, door een vriendje krijg je ook wel misschien wat meer ritme. Ja. Dat denk ik ook. Maar wat ik wel... Ja, zeg maar, de ene kant... Nou, ik denk wel dat ik gelukkiger ben. Als een jaar geleden. Ja? Nee, ik niet. Echt totaal niet eigenlijk. Ja, het is echt erg. Want je bent echt niet de enige. Nee. Maar ze voelt het een soort wel. Ja? Iedereen omheen doet gewoon zijn school en zijn ding. En ik heb dat gewoon niet. Ja, misschien is het dan toch niet voor jou. Nee. Ik weet niet. Het enige waar ik me mee bezig hou. Ja? Is leuke dingen doen. Ja. Omdat ik denk, ik wil iets leuks doen. Alles wat leuk is, dat wil ik doen. Omdat het... Maar... Ik ga liever nu naar het Vondelpark als morgen de taal heb. Boeit me echt niet. Ja, maar dan, is omdat je alleen maar leuke dingen doet, is het niet meer leuk. Want alles is leuk. Snap je? Als je geen kutte dingen hebt, dan kan je de leuke dingen ook niet echt waarderen. Nee, klopt. Maar want alles nu kut is, ga ik op zoek naar leuke dingen. Nou. Ja, het is gewoon... Ja, ik is echt fucking vol. Loop toch niet op de eten? Ik heb een burger. Ik zit echt te vreten van mijn leven. Maar ik zit te boeren. Ik zou nog wel een toetje op kunnen. Ja. Dit is ook wat ik zag. Is dat zo'n... Nou. Hoe noem je dat? Iets van een milkshake met... Espresso. Koffie. Een ijskoffie, ja. Dan had deze... 2 espresso shots in een vanille milkshake. Ja. Dat lijkt me wel lekker. Ja. IJskoffie halen. Maar eigenlijk bij de Starbucks. Ja, dat is lekkerder. Zit dat hier in de buurt? Weet ik niet. Bij de A4. Maar dan hadden we naar de McDonald's bij de A4 moeten gaan. Ja, of kan je hier niet gewoon uit? Nee, maar hier heb je alleen zo'n frappé. Dat vind ik niet lekker. Die vind ik ook niet lekker. Het moet echt ijskoffie zijn of een milkshake dan. Ja, milkshake. Maar we kunnen toch zo'n... gewoon een kleine vanille milkshake en dan 2 espresso's. Ja, dat kan. Ik kan het gewoon proeven. Ja. Het is. Ah, ik heb 1 kipticket omdat het zo... Lekker leuk. Ja. Maar eigenlijk, jongens, hadden we dus vandaag deze video met 2 vrienden.
Die wilde heel graag een McDonald's mukbang opnemen. Nou. En ze hebben gisteren feestje gehad en ze werden letterlijk om 2:30 wakker. Dus we hadden eigenlijk een superleuk idee bedacht dat we jongens stellingen of vragen die je niet aan jongens durft te vragen. Of bijvoorbeeld een bepaalde mening over een jongen weet over een bepaald onderwerp. Ja. En dat hun dat dan gingen beantwoorden. Fucking leuk. Want ik ben daar ook oprecht benieuwd naar. Maar ja, dat ging dus niet door. Dus die video komt er sowieso nog aan. Dus krijgen we nog een keer McDonald's mukbang. Oepsie. Sorry, not sorry. Ja. Gaan we die ding proberen? Ja. Oké. Okay. Ik kom zo bij jullie terug. Mag ik 2 espresso's? Ja. En 1 medium vanille milkshake? Ja, dat was hem? Ja. 2 keer espresso zijn toch? Ja, 2 keer. Ja, oké. Okay, super. Dan moet het 7 euro, dan mag het doorheen staan. Oké, okay, super. Dank u, dank u. Oké, okay, we gaan dus de TikTok trend uitproberen. Ja. Waarin we de espresso en de milkshake... Nou, dat moet toch wel gewoon lekker zijn. Ja, dat lijkt kan wel... niet fout gaan. Nee, dat kan niet fout. Oké, okay, we zijn dus terug. Kijk hoe schattig dit is. Echt een beauty cupcake. Oh. Oh, er zit echt heel weinig in. Er zit heel weinig in. Dat is een espresso. Ja. Oké, okay, dit één. Oké, okay, koffie erbij. Roeren, bitch. Het ruikt zo lekker naar koffie. Dit is echt, nou, dit kan niet vies zijn. Oh. Maar niet elke McDonald's heeft een McCafé, hè? Nee. Volgens mij niet. Oh. Dus ik weet niet of het bij elke McDonald's kan. Nou, fucking lekker. Ja? Fucking lekker. Oh my god. Dit is echt fucking lekker. Dit is gewoon een koffiemilkshake. Dit is echt... Dit moeten ze gewoon verkopen. Ja. Dit smaakt... Eigenlijk een beetje naar die frappe... Maar dan zonder dat vieze maar dan ijs. Zonder dat ijs. Oh mijn god. Echt lekker. Bij die frappe... Frappé. Is dat frappe of frappé? Dit is echt lekker. Normaal lekker. Echt proberen. Oei, oei, oei. Oh, nieuwe uitvinding. Oké, part. Ja, dit is... Maar het was wel best wel duur. Ja, dat dacht ik al. Hoe duur? 7 euro nog wat. Ja. En voor 2 espresso's betalen en voor milkshake. Maar ja, Starbucks wil ook zoveel kwijt hoor. Ja, ook 5 euro. Ja, 5, nou en zo'n grote medium ben je ook 6, 7 euro kwijt. Mm-hmm. Maar het is wel een uitvinding. Of je neemt gewoon milkshake mee naar huis en dan zet je thuis 2 espresso's. Dat kan je ook doen. Dat is ook slim. Echt lekker. Ik heb echt geen sterke koffiesmaak. Mogen we maar wat rissen. Jawel. Er zit best wel sterke koffiesmaak aan hoor. Of ik hoef het niet. Nee, proef niet. Maar ik proef wel koffie sterk. Hoor. Ja? Ja. Echt sterk. Nou, ik proef wel echt goed koffie. Dit was een lekker toetje. Ja, dat is een goeie toetje. Goeie toetje. Ik ben al steeds dronken. Oh. Echt? Nee, maar... Gewoon naar de kloten. Ja. Gewoon niet levend. Ja. Zit er allemaal op het dak. Ja, wat is hier gebeurd, joh? Deze auto is zo negatief. Nou, we gaan het lekker opdrinken. Ja. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Echt weer een video als vroeger. Ja. Heerlijke video's om te maken. Dus vergeet zeker niet om blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet niet op mijn kanaal te abonneren. En ons te volgen op Instagram. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!